Kenny, vond je dit een andere 2-0 dan de 2-0 van afgelopen woensdag tegen die andere topclub? Een andere? Nee, het is en blijft 0-2 en 2-0. Dus we pakken geen punten. Maar de manier waarop jouw ploeg ergens heen voor de dag kwam? Ik vond dat we beter stonden dan afgelopen tegen Ajax, afgelopen wedstrijd. Vond ik dat we beter stonden. Alleen dat mijn lullige goal, ik denk de 40ste minuut of zoiets, 35ste minuut, dat we die tegenkrijgen. En dan weten we dat het heel lastig wordt. Alhoewel dat we wel tweede helft proberen voetballen hebben en eruit liggen komen. En toch hier en daar nog iets kunnen proberen te creëren. En is alleen spijtig. Was dit een wedstrijd waarin je het langzaam uit handen voelde glippen? En waarin je langzaam ging beseffen, ja, dan maar de schade beperken? Nee, ik denk het niet. Ik denk tot de 1-0 dat we altijd proberen blauwe voetballen zijn en die aansluitingstreffer te proberen maken. En dan valt die 2-0 en dan weten we dat het wel over is. Alhoewel ik denk dat we blauwe voetballen zijn tot het einde en dat we er alles aan gedaan hebben vandaag. Zit je nu al meteen met je gedachten bij de komende 3 finale wedstrijd? Absoluut. Ik denk dat we die tot een goede einde moeten brengen en alles is nog mogelijk. Ik denk de volgende wedstrijd thuis tegen Zwolle moeten we gewoon vol voor de 3 punten gaan. 7 punten wordt er gezegd, die hebben we nog nodig. In 3 wedstrijden, dat wordt een hels karwei, hè? Het wordt knokken tot op het einde. Maar ik en het ganse team, we geloven er nog 100% in. Je hebt je nog niet ingesteld op na competitie? Absoluut niet. We gaan voor het rechtstreeks erin blijven en we zien wel de laatste wedstrijd wat het wordt.